hebben in het kader van ons afstuderen een project gedaan voor een ergotherapiepraktijk in Hoofddorp. Zij wilden graag weten hoe de wetmaatschappelijke ondersteuning in gemeentes ingevuld en of daar nog wensen over zijn. Ons project was daarin best wel klein, dus we hebben een stap opzij gedaan en hebben daarin ook bekeken wat over het algemeen de kansen zijn van een ergotherapeut behandelaar binnen de WMO. In studenten zijn voor hen in gesprek gegaan met allerlei zorgaanbieders voor gemeentes in de omgeving van Hoofddorp. En hebben daar eigenlijk hele belangrijke mensen te spreken gekregen die niet altijd openstaan om zo veel te vertellen over wat hun behoeften zijn. En zo hebben we eigenlijk een scriptie gemaakt en een marketingplan voor die ergotherapiepraktijk met verslag van de gemeente. In ons onderzoek hebben we gekeken wat we binnen die wet nog als ergotherapeuten kunnen. Bij verschillende gemeentes hebben wij onderzoek gedaan, vragen gesteld over wat hun huidig aanbod is en wat er aanvullingen nog bij kunnen zijn. De praktijk waar dat voor is gedaan was erg te spreken over hun resultaten en hebben ook hun eigen marketingadviseur betrokken bij het project en gevraagd om hen te helpen om de boel netjes een heel officieel document te zetten. Wij zijn naar de opdrachtgever gegaan en gevraagd van goh, hebben jullie misschien iemand die daar verstand van heeft? En toevallig kennen zij iemand en hij heeft ons uiteindelijk ook geholpen met het compleet maken van het marketingplan. Inhoudelijk is het nieuw omdat die hele zorg die binnen de wet maatschappelijke ondersteuning door gemeentes gegeven wordt, eerder nog niet bestond. Dat is pas sinds een paar jaar aan de orde. En ergotherapeuten moeten zich dus helemaal oriënteren op wat nodig is op dat gebied en ook wat zij daarin kunnen betekenen. We hebben nieuwe kansen gezien en ik denk dat dat heel belangrijk is binnen de ergotherapie. En dat sluit dus ook weer aan op waar onze beroepsvereniging mee bezig is. Die is heel bezig met profileren van de ergotherapie, kansen zoeken. Waar kan de ergotherapeut nou nog meer werkzaam in zijn? We hebben gemerkt dat er vooral nog veel gaten zitten binnen het zorgaanbod vanuit gemeentes. Op het gebied van mantelzorg, verlenen van advies bij het gebruik van PGB. En wij denken dat we daar als ergotherapeuten nog goed op in kunnen haken. En zo staat er ook in ons marketingplan een kans die wij zien dat ergotherapeuten medewerkers bij de wetmaatschappelijke ondersteuning zouden kunnen scholen. We hebben heel erg tijdens ons onderzoek ervaren dat er bij de gemeente zelf weinig kennis is. En bij de consulenten die bij de WMO werken, direct bij het loket zitten, is vaak weinig medische en achtergrondkennis. En mensen komen daar toch vaak met een directe vraag over hulpmiddelen, over zorg. En ik denk dat wij als ergotherapeuten daar kunnen aan meedragen dat ook de medewerkers bij de gemeente de burgers met een vraag goed kunnen begeleiden en dat wij ze daarin kunnen scholen. Nou, we zitten hier op de hoogbouw van Hogeschool Rotterdam met een prachtig uitzicht over de stad. Wat we hier eigenlijk mee willen symboliseren is een bepaald punt in de stad waaraan je een paraplu op kan steken die staat voor de WMO. Iedere burger die binnen die grenzen valt, dus binnen de stadsgrenzen, die kan aanspraak maken op de WMO. De gemeente is verantwoordelijk om zorg te leveren aan die mensen, om ze eigenlijk weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving.